Salut. Het is een vrijdag. De dag van Freya. En nog iemand, maar ja. Vriend, dat is een hondenuitlaatplaats. Jij daarmee? Hé, hey, nee, kom dan. Kom rennen. Wacht zo meteen. Hey, het is vrijdag. Hé, hey, vriend, ik loop gewoon door. Het is vrijdag. Nee, zo meteen. Mensen vragen me dus soms van waarom. Hé, hey, Drew, waarom heb je zo'n legerjas aan? Ik zeg, ik ben een soldaat. Je weet wat het is. Ga je me net elke keer vragen? Je weet wat het is? Ga je me vragen? In ieder geval, waarom? Ik ben een soldaat. Ik zeg, ik ben een soldaat. Ja, wat is je rang? Ik zeg, gaat je niks aan? Kijk, als je goed kijkt, hè, dit is een camouflagejas. Als je kijkt naar een tijger of wat dan ook, die heeft ook een camouflagepunt. En dus, met andere woorden, hij wil nu opvallen. Daarom heb je een camouflagejas aan. Omdat je niet wil opvallen. Kijk, nu zit ik in de stad en val ik natuurlijk wel op. Dus denken ze van, dit is een modestuk. Nee, maar broeders en zusters, ik hoor niet eens thuis. Begrijp je? Dus in de omgeving. Oh, wacht even. We gaan eerst naar de winkel. Dus kijk, ik hoor ineens thuis, net als heel veel andere mensen. Ik voel me echt altijd net als een alien. Ik heb me altijd dat als een alien gevoeld. En nu, in deze crisis, zie je dus mensen dus die heel zelfverzekerd waren. Ze waren de beste coaches, de beste spirituele leiders. Ze waren allemaal zo prachtig en zo. Ze wisten het allemaal zo goed, omdat ze dus een diploma hadden. Kijk ze nu, ze raken al in paniek. Alle mensen die gelovig waren, die of je gaat gewoon steeds dieper in je geloof, of je wordt ineens bang. Een paar jaar geleden wou je me overtuigen om jouw geloof te beoefenen. Nu eind van de rit ben jij bang om dood te gaan. In your face. Joe. Till I die.